Nu kwam hij zelf en toen zei ik tegen hem, ik zeg, luister, je kan me erin gooien. Ik zeg, maar ik zweer op alles wat me lief is. Ik pak die bal in mijn handen, ik loop naar mijn eigen koning, ik schiet de 2-0 binnen. Ja, ja. Voor NEC. Ik zeg, je hoeft mij nou niet erin. Ik zeg, want ik ben helemaal op. We zijn onderweg naar Den Haag. Ik krijg snel een Rikkie van den Berg in de auto. Oud pro voetballer. We zijn een goede voetballer. En een leuke gast. Dus we gaan luisteren naar zijn mooie verhalen. Top. Van den Berg of Everton is dan de vraag. Van den Berg is het antwoord. En de lat staat de voorsprong voor Heracles in de weg. Een gave traptechniek, dat weet eigenlijk iedereen dat hij die heeft. En hoewel Vermeer in de goede hoek zit en er met de hand bijna aan zit, is het toch echt de lat die Ajax redt. Zo, luxe Turkse taxi zeg hij. Dat is wel mooi hè? Oh. Oep, moet bijna de achterkant eruit. Oh. Gaan we heen, ik heb een scheet gelaten man. Ruik je? Niet het raam naar beneden doen. Ja, een scheet gelaten, heb je niet een boertje gewoon. Volgens mij is het een boertje geweest. Ik stik altijd op mijn bek, zeg je hè? Nou, dat valt voor mij. We gaan heen, Piet. Het zijn je poriën, denk ik. Flikker. We gaan heen. Ja, waar ben jij het meest van houdt? Moet jij me de weg wijzen? Nee, schat. Ik ben daar nooit geweest. Oh, oh, oh. Het is wel een mooie woning, hè? Gezellig zo, man. Ja, super. Is het een nieuwbouwwijk of zo? Ja, dat zijn allemaal die aanbouwwijkjes, weet je. Het is allemaal Den Haag. Ja. En dan heb je een beetje Ypenburg en dingen. Dat is eigenlijk een beetje. Ypenburg is eigenlijk een beetje de nieuwe Schilderswijk. Oké. Okay. Wat je vroeger zeg maar, die Haagenaars en de Haagenezen, die kwamen allemaal uit Schilderswijk. Ja. En dat is meer in deze. Ja, zijn ook een beetje weggegaan, maar heel veel. Dit is eigenlijk een beetje de nieuwe Schilderswijk. Oké. Okay. Dus zie ik je over 10 jaar ook niet meer komen. Verhuizen. Moet je weer weg? Nee, maar het is wel leuk joh. Weet je, gewoon een normale volk. Ja. Een beetje zo'n. Dit is wel een goede wijk hoor hier. Dit is wel. Dat is wel duur. Ja, dit is wel een dure wijk, dus daar mogen wij niet komen. Ik ook niet meer. Alleen kijken nog. Maar, ik heb een 901 kap, woon ik. Wat gek, joh. 9 al 1 kant. Doe even je echo met je hand. Ja, echo. Doet hij niet. Dit is allemaal nep, joh. Zo? Ja, voel je hem? Ja. Ja. Hey, maar even over voetbal. Ja. Wat was je mooiste, wat was de beste trainer die je gehad hebt? Geen één. Ik vind het trainerschap vind ik een beetje, ik vind het allemaal een beetje overdreven. Ja? Kijk, ik vind wel een trainer die kan wel, proberen om je poppetje op de juiste plek te zetten en bepaalde. Maar ik kan me niet herinneren dat er heel veel trainers zijn geweest waarvan ik denk van zo, daar ben ik echt een betere speler door geworden. Niet? Nee. Dat was gewoon omdat je zelf... Ik vind gewoon, kijk, merendeels als speler ontwikkel je jezelf. Kijk, in je jeugdjaren, dan, zeker in de periodes dat wij jong waren, zeg maar. Ja, dan had je natuurlijk eigenlijk, thuis was er niks. Ja. Er was soms wel eens geen eten. Okay. Dus het enige wat er was een bal. Ja, ja. En, je was alleen maar aan het voetballen en dan maak je gelijk heel veel uren buiten, weet je. Ja, als er dan een keertje niet iemand wilde voetballen, ging je tegen een muurtje aan het trappen. En, ja, dan ontwikkel je traptechniek mee en dat soort dingen allemaal. Dus ja, in dat opzicht is het, en dan, daar word je eigenlijk een beetje door getraind, zeg maar. Ja, weet je, maar ik vind niet echt heel veel trainers, kijk, jij hebt op een heel ander niveau natuurlijk gevoetbald, dus jij zal wel trainers hebben meegemaakt waarvan je denkt van, nou, daar had ik echt, daar kon ik wat mee, daar had je een klik mee en die gaf me echt tips en aanwijzingen waardoor ik echt beter kon renderen, weet je, maar ik heb dat niet echt. Wie had je als trainer dan? Nou, ik heb bijvoorbeeld Vloed gehad. Ja, maar ja, kijk, voor iedereen denk ze, oh, die mafkees met die grote ogen en dit en dat. Maar voor mij was het gewoon wel een hartstikke leuke vent. Ja. En niet dat hij me beter gemaakt heeft, maar wel gewoon, hij gaf mij het vertrouwen. Ja, en, dat is belangrijk. Ja. Hij liet me voelen dat ik de beste was. En, dus daarvoor ging ik wel voor door het vuur. Ja. Ah, ik heb alleen, je hebt natuurlijk ook een, je hebt ook mindere trainers meegemaakt. Ja. Zoals die Atteveld, daar heb ik ook gekke verhalen over gehoord. Ja, Atteveld ook, weet je. En het is nu moeilijk, weet je. Kijk, je praat toch over mensen en dan
Maar ja, ik had er gewoon helemaal niks mee. Weet je, ik vind niet, als trainer zijnde hoor je niet elke dag met een... Met je spelers in de clinch te liggen, weet je. En het was gewoon echt, ja, en het is ook wel weer humor natuurlijk, want ik kon er ook wel af en toe wel om lachen. Maar ja, als je dan naar de training ging en je ging met loten in je schoenen van, oh, die mafkees dadelijk keer, en dan gaat hij weer aan je zitten en dan weer dat... ja, het was gewoon een drillcommandant, weet je. Het was niet... hij deed ook hele gekke dingen, weet je. En, zoals wat? Nou ja, hij op een gegeven moment, wij zaten te eten. En een middaglunch. Ja. En ik zat aan de tafel, ook met Enkel Tuig natuurlijk, met Buis, met Verhoek, met Timothy de Rijk, ja, met Levi Swiebe, met Ammi. En zaten we aan de tafel te eten. En op een gegeven moment, wij hebben het over iets, helemaal niet over Atteveld te doen. Maar Atteveld, die zit aan de andere tafel, maar die zit precies in mijn gezichtsveld. Ja. Dus op een gegeven moment, we zijn aan het praten, maar een beetje aan het dollen. En ik schiet in de lach. Maar van de zenuwen, omdat ik zo met hem in discussie elke keer was, van de zenuwen, kijk ik hem aan. En hij kijkt me zo aan en dan gaat gelijk heel boos kijken. Oh ja? Dus komt hij op me aflopen met een vork. Nee. Wil hij me zo prikken met die vork? Nee. Ik zeg, ga je weg of niet, gek? Ben je niet goed bij je hoofd of zo? Nou, dat soort dingen, weet je. Dus daar was de hele dag met hem mee bezig. Hij was gewoon trainer, maar die steken me. Hij was gewoon trainer en hij deed bij Levi Swiebe. Ja, dat was schitterend, echt. Levi Swiebe, ken je die, weet je? Nee. Ja, hij is ook een speler van ADO geweest. Ja. En hij hing er een beetje tegenaan. Hij voetbalt nu bij Scheveningen, hij doet nu hartstikke goed. Okay. Maar ook een maatje van me, een leuke gozer. Maar die wil Atteveld, als hij de deur dicht deed, dan mocht pas iedereen eten. Het was net of hij in een jeugdinrichting zat. Maar hij doet die deur dicht. Maar die Swiebe, die wil net stiekem een hapje nemen van zijn broodje met hagelslag. Geeft hem een klap op zijn achterhoofd. Dat broodje hagelslag zat bijna in zijn huig. Nou, toen hebben we zo gelachen. Maar wij gingen wel. Het was ook bij ADO verschrikkelijk, weet je wel. Het was gewoon super leuk. Weet je, we hebben zo gelachen en ik heb zoveel humor gehad. Maar ja, ook een beetje mede door Atteveld. En omdat wij gewoon ook echt een verschrikkelijk team waren, weet je. Omdat we gewoon jongens hadden die, ja, gewoon overal maling aan hadden. Ja, en, het is jammer, weet je, maar... En toen gingen we... Hadden we een herstel fysiek fysiotrainer. Ja. Of weet ik dat, zo'n conditie. Maar die was zo verschrikkelijk serieus, echt. Die had dan drie oefeningen neergezet. En dan moest je per groepje van zes moest je bij een oefening beginnen, weet je. En dan zaten wij met een groepje, ik, Buis, Wes en nog wel al die gasten. Ja, ja. En dan zei hij zo meteen, ja jongens, 3, 2, 1 starten. En dan riepen wij onder elkaar van wie als eerste gaat, die zijn moeder pijpt ezels. Dus iedereen bleef staan bij die oefening. Hij zegt, ik zeg toch, jullie moeten beginnen. Maar niemand durfde, weet je. En op een gegeven moment, dan ging Levi Swiebe was dan wel, ook wel weer eentje die dan wel altijd wel weer ging, weet je. En wij dan, je moeder pijpt. Nou, zo waren wij aan het trainen. Het sloeg helemaal nergens op. Maar het had helemaal niks met betaald voetbal te maken. Je moeder pijpt. Ja, dat gaat nergens over, toch? Mooi, hè? Ja, maar het is wel jammer geweest, weet je. Want ADO was wel, ik had wel gehoopt. Ik ging bij Heracles weg. Ik had een hele goede periode bij Heracles gehad. En er ging mijn Heracles weg, omdat ik ook mijn zoontje werd ook geboren. Ja. En toen dacht ik van, nou, lekker dicht bij huis aan doen, dit en dat. Maar ja, het gebeurde tegelijk. Ik had totaal geen klik met André Wetzel, die was technisch directeur. Ja. En, en ook met Atteveld liep het gewoon allemaal hartstikke moeilijk, weet je. En, Dat is klote dan. Ja, dat is moeilijk, weet je. En kijk, alleen de supporters die op de tribune stonden. Ja, dat zijn merendeels allemaal jongens en gasten die bij mij uit de straat komen. En die bij mij uit de buurt, waar ik mijn leven lang mee ben omgegaan, weet je. Alleen voor hun is het ook hun clubje. Dus ja, aan de ene kant, kijk, uiteindelijk waren ze ook klaar met mij. Dacht ze ook van... Doe een nummer op. Veneer nam maar op, weet je, want we hebben altijd partij voor je getrokken, maar er komt ook niks uit. Maar ja, en toen kwam Van der Brom, die werd tweede jaar werd die trainer. Maar ja, kijk, Van der Brom vind ik ook, dat is echt een people manager, weet je, die is met iedereen bevriend en mag iedereen. En zo maak je wel een beetje dat iedereen een zwak voor hem heeft, weet je. Alleen ja, ik vond het gewoon, ik hield er gewoon van dat als je nou als trainer zei van, luister, jij speelt vandaag niet, want dit en dat, ik ga met dat spelen, weet je, daar hou ik van. Ja. Dan zeg je toch gewoon van, joh, zo zit het in elkaar. En niet anders. Nee. Maar ja, kijk, en dan, we spelen 3 wedstrijden thuis. Ik geloof, Excelsior kwam ik erin. Stonden we 2-8, dan draaide ik die wedstrijd om. Wonnen we met 3-2. Ja. Toen hadden we Utrecht thuis. Gaf ik assist op Lex. Wonnen we ook met 1-0. En Ajax uit wonnen we met 0-1. Dat was 30 jaar niet gebeurd voor ADO. Weet je? Dus één groot feest, alles erop en eran. Hij ook in de krant. Ja, Ricky heeft verschil gemaakt. En ik hou van spelers zoals hem en dit en dat. En die week daarna spelen we uit tegen NEC. En ik had echt leuk contact met die Van der Brom. Hele week dollen en dit en dat. Maar de hele week ontwijkt hij me een beetje. Yeah. Maar ik zag het helemaal niet gebeuren. Ik denk, ja, 3 gespeeld, 9 punten. Dan lijkt het mij als ademtrainer voor zo'n ploegje dat je niks gaat veranderen. Je wint uit in de arena, tuurlijk. Toch? En ook als hij gezegd heeft in de krant van Rick. Ja, snap je dus. Maar. En op een gegeven moment komen we bij NEC uit. En we willen net die eetzaal van het hotel ingaan. Weet je, dan krijg je dat vieze vreten. En...
Zegt hij, ja, met zijn hoofd helemaal zo naar beneden van, ja Rick, kom eens. Ja, toen voelde ik het altijd nat. Ik zeg, dit ga je toch, toen liet ik hem niet eens uitpraten. Ik zeg, dit ga je toch niet menen? Ja. Hij zei, ja, ik ga mijn boelie inspelen. Ik zeg, nou, dan ga je nou voor mijn taxi bellen. Dan wil ik nou naar huis. Ja, ik kon dat niet meer, weet je. Nee, ja, ja. Kijk, soms moet je ook een beetje aanvoelen met wat voor type zit te maken. Ja, snap je? Ja, en ik snap wel, je bent met 18 jongens, je hoeft niet met iedereen rekening te houden. Maar het is wel de kunst van de trainer om met iedereen om te gaan zoals jij denkt dat hij dat nodig heeft, ja, toch? Ja. Nou, dus als hij gewoon tegen mij op donderdag had gezegd van, joh Rick, luister, dit en dit zit in mijn gedachten. Ik wil met Boelekin spelen en met Lex erachter en dit en dat. Ben ik nog kwaad en dan het liefst knijp ik hem dan misschien nog zijn keel dicht. Ja. Maar dan heb ik wel 3-4 dagen om het te laten bezinken, weet je. Maar nu gebeurt het op zo'n moment. Ja, net voor de wedstrijd. Net voor de wedstrijd. En dus daar zei ik van, ik zeg, ga nou voor mijn taxi bellen en ik ga naar huis. Nou, toen gingen die spelers van, joh, blijf er nou bij en doen dit en dat. Nou, toen ben ik er toch bijgebleven. En op een gegeven moment kwamen we 1-0 achter. Maar dan heb je bij NEC uit, heb je toch 2 duckouts, hè? Ja, één voor de trainers en één voor de spelers. Oh, ja, ja. Maar normaal gesproken, als jij warm moet lopen, komt er een assistent trainer of een leider die zegt, hier Rick, als je warm loopt. Ja. Nu kwam die zelf, want niemand anders durfde. Nu kwam die zelf en toen zei ik tegen hem, ik zeg, luister, je kan me erin gooien. Ik zeg, maar ik zweer op alles wat me lief is. Ik pak die bal in mijn handen, ik loop naar mijn eigen koning, ik schiet de 2-0 binnen. Ja, ja. Voor NEC. Ik zeg, je hoeft mij nou niet erin, ik zeg, want ik ben helemaal op. Toen was ik 1 keer in de weer gelopen, warm lopen, en toen kwam die naar me toe en zei, ja, ga maar weer rustig zitten dan. En toen ben ik weer gaan zitten, weet je. Ja, toen speelden we die week daarna speelden we thuis tegen AZ en dat werd ook één drama. En toen was de laatste wedstrijd voor de winterstop en toen ben ik in de winterstop nog een half jaar naar Sparta gegaan. Ja. Onder Jan Eversen. Ja, dat is ook verschrikkelijk. En hoe was het dan dat verhaal met die wissel dat je tegen Ajax of tegen PSV? Met die afgeleid, toch? Dat was ook mooi, man. Wat? Ja, het mooie, kijk, het is natuurlijk wel allemaal, kijk, ik zeg je eerlijk, die trainers, het is ook allemaal moeilijk. Weet je, als je van een clubtrainer bent als Ajax, dan heb je allemaal met jongens te maken die de leven lang voor de voetbal geleefd hebben en die superprof zijn. Weet je, nou ja, ik was alles behalve een superprof. Ja, want ik hoorde helemaal niet thuis in die wereld, want het was gewoon niks voor mij. Nee. Ik kon mijn lichaam niet onderhouden, ik kon niet denken van, nou weet je, pak vanavond even een bordje pasta, want speel je morgen een 10. Nee, ik nam 4 speklappen met een bord zuurkool en een hemelworst. Ja, en dan was het ook 30 graden, maar dacht ik, ja, kan mij het schelen, zuurkool, het is 30 graden, ik heb trek in zuurkool. Ja, ja, ja. Maar ik had dat totaal niet, weet je. En dat is jammer, weet je, omdat dat heb ook met je opvoeding te maken en hoe je groot bent gebracht, weet je. Ja, ja. Want kijk, ik werd altijd heel erg vergeleken met Danny Koevermans, van ja, die kwam uit een heel net gezin en netjes opgevoed en relaxed net en dat. Ja. Maar, en ik kwam echt hier uit Schilderswijk, weet je, echt van... echt zo van, je moet je eigen opvoeden, want ja, thuis wordt er niet naar omgekeken, snap je? Ja, en allemaal leuk en aardig hoor, thuis, daar gaat het niet om, maar ja, zo gaat het gewoon niet. Ja, het is zoals het is. Ja, het is zoals het is. En dus toen kwam die, wat had ik nou over? Tegen PSV. Ja, tegen PSV. Dus we spelen met, ik had gespeeld een paar wedstrijden, was onder Attenveld. Rechtdoor? Nee, linksaf. En we spelen een wedstrijd PSV thuis. We hadden daarvoor geloof ik gewonnen van NAC uit en Roda, weet ik het allemaal, met wedstrijd. Ja. En dus we spelen PSV thuis en hij komt een dag voor de wedstrijd komt hij naar me toe en hij zegt, maar heel arrogant was hij ook. Ja, het was zo'n arrogant mannetje. Ja. En dan zei hij van, hij zegt, ja, ik wil even wat zeggen. Zo. Hij zegt, morgen. Speel je niet. Dus ik zeg, toen dacht ik al, weet je, ik was al een beetje klaar met hem, hij met mij dus. Ja. Dus ik zeg, maar waarom niet dan? Hij zei, nou, ik zie jou morgen niet de hele middag achter afvallijn rennen. Ja. Ik zeg, nou dat klopt, daar heb ik ook geen zin in. Ik zeg, ik ga ook niet achter afvallijn rennen. Ik zeg, maar ik wil wel lekker voetballen, weet je zo. Ja, moet ik achter die afvallijn gaan rennen. Ja, dat is toch niet te doen, weet je, die was zo goed op dat moment. Ja, ja, ja. En hij zei, nee, maar je speelt niet. Ik zeg, nou, speel ik niet. Dus ik ga die dag daarna, kom ik aan, maar geloof ik 25 graden. En ik ga in die duckout zitten. Ik leg lekker mijn voetbalschoenen uit en ik leg zo met mijn voeten een beetje op die dat steen. Ja, ja, ja. En ik leg een beetje om me heen te kijken. Die wedstrijd, ja, kijk, in je hart wil je natuurlijk graag voetballen. Tuurlijk. Maar als ze je niet opstellen, hoop je ook dat je toch met 10-0 verliest. Ja, dat is toch zo. Dat is toch zo. Dat is en de kennis allemaal kennen, ja, ik ben een teamspeler. Nou, nee, dat nee, staat nee, allemaal nee, nergens nee, op. Nee, dat is niet zo. Nee. Want het is gewoon dat je... Je wil zelf spelen en je wil de beste zijn en jij wil belangrijk zijn en je wil dat de mensen over jou praten. Zo denkt elke voetballer. Ja, is ook zo, heb ik ook gehad bij Everton, dacht ik, ach, godverdomme, hebben ze mooi verloren. Maar dan weet je voor mezelf, dacht ik, mooi, kijk, ik ben zelf een voetballer. Kijk, en toch, als je op de bank zit, dan krijg je ook een premie. En bij Everton was dat misschien 10.000 en bij ADO was het 15 euro, geloof ik. Ja, goed. Nee, maar ik bedoel maar, je krijgt toch een premie, maar als je dan, ga maar rechts. Als je dan voetballiefhebber bent, dan wil je voetballen, ja, toch? Tuurlijk. Kijk, ondanks dat ik er nooit alles aan heb gedaan, of nooit alles uit heb gehaald, ik was wel altijd liefhebber van het spelletje. Nou, wij voetballen nog wel eens samen, dat zie je. Tuurlijk, zie ik het wel. Ja. Dus ik ga zo liggen op die bank en we komen na 30 minuten heerlijk 0-3 achter. Kansloos. Kansloos. Heerlijk. Echt. Ja. Dus, die bal was daar en ik zit een beetje de andere kant op te kijken. En hij zegt, warm lopen. Ik zeg, waarom lopen? Ik zeg, wat moet ik nou nog doen dan? Ik zeg, het is 0-3.
denk je dat ik nog even die wedstrijd om ga draaien of zo? Dat is toch niet te doen? PSV thuis. Ja. Nu, ja, super elftal, hè? Ja. Niks mee te maken, je werk doen, waarom lopen? Nou, dus ik schuffel 4 keer in de weer langs de zijlijn en ik mocht erin. Ja. Maar ik was zo gefrustreerd natuurlijk en helemaal mijn eigen op zitten vreten, 2,5 dag lang. En ik kom erin, geloof ik, en die Pieters die moet die bal ingooien. Ja. Maar nee, wissel, dus ik pak eigenlijk, ga gelijk achter de afvallei staan. Ja. Dus die Pieters die gooit die afvallei in. Nou, die zag ik af van achteren. Op een schandalige manier. Afvallei? Ja, en de afvallei was echt een leuk ventje ook. Weet je, ja. Dat was echt een leuke gozer. Geen Engert of zo, maar echt leuk. Dus en ik ben ook helemaal geen afzager, ik ken dat helemaal niet. Maar ja, zo gefrustreerd, ja. En zo. Dus die zag ik van achter helemaal af. En Roelof Luijngen, die was onze scheidsrechter, die wil ook wel eens met ons sluit. Ja. Nou, die pakte gelijk rood aan doen. Maar ja, dat was nog in de eerste helft. En ja. Je weet het, ik woon 2 minuten bij het Adelstadion vandaan. Ja. En ik kwam terug en was ik gedoucht, was het net rust. Dus ja. Ik loop met mijn tas naar buiten, ben ik naar beneden, toen mijn auto. En ik heb de tweede helft heb ik thuis op de bank gekeken. Ja, echt, meen het. Ja. Dus je bent gewoon naar huis gegaan? Ben gewoon naar huis toe gegaan, maar ja. Zei die niks de volgende dag? Ja, natuurlijk wel. Kijk, dat was ook mooi. Wij trainden toen nog in het Zuiderpark, omdat er toen nog gewoon gas lag in het stadion. Ja. En we trainden toen nog in het oude stadion, in het Zuiderpark. Maar als je daar binnenkwam, dan had je gelijk links had je een kamertje. En dan stond het zijn deur, was zijn kantoor en van alle assistenten en de dingen. Ja. Maar dan was je verplicht, en dat stoot hem ook al zo tegen de borst. Dat als je binnenkwam lopen, dan moest je die kamer in kijken en dan moest je goeiemorgen zeggen. Ach, verplicht, ja? Ja? Ja, dat vond ik verschrikkelijk. Weet je, want ja, ik wilde hem helemaal geen goede morgen wensen, want ik had een bloedhekel aan hem. Ja. En hij aan mij, hoor, dat zeg je ook, ja, ja. En maar toen liep ik eigenlijk gewoon door. Maar toen liep ik door. Toen hoorde ik een bureaustoel tegen die ja. Tegen die muur aan klapperen. Toen kwam die achter me aan. Hier komen jij!